Hallo, welkom voor de tip van vandaag rond cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid. Een vlogreeks waarin ik vooral heel graag ervaringen van de klanten deel. En dan vooral in die zin dat kenmerken waarmee onze klanten en u vermoedelijk ook soms geconfronteerd worden. En hoe dat bij veel klanten vandaag aanvoelt als heel frustrerend. Het gevoel dat je dat zelf niet in handen hebt. Maar dat je eigenlijk met de juiste mindset en de juiste kijk heel veel meer keuze in eigen handen hebt. Dus deze van vandaag, en ja, er zijn een aantal tips en tricks om deze aan te pakken, is je hebt een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Nu, dat is een beetje een rare, een speciale. Wat bedoelen we met rechtvaardigheidsgevoel? Het klassiek voorbeeld dat ik veel geef in themaavonden en zo is van, ja, er is ergens een beslissing genomen op directieniveau. Je bent er eigenlijk niet mee akkoord. Het is eigenlijk niet fair. Uw collega's vinden het eigenlijk ook wel dat dat niet fair is. Dus als je dan onder elkaar aan de koffie bespreekt, ja, dat kan toch eigenlijk niet zijn. We zullen er echt iets tegen moeten doen. En als dan het puntje bij het paaltje komt en het gesprek wordt aangegaan, hè, en dan zet jij een stap vooruit, de rest zet een stap achteruit en je staat daar alleen. En je voelt je wat in de steek gelaten door je collega's. Wat dat, ja, eigenlijk echt niet leuk is. Plus, je moet dan ook nog een keer de battle aangaan met een directie waarvan je ook niet snapt waarom ze dat dan zo beslist hebben. Nu, op zo'n moment ligt heel veel van de druk, de macht, buiten u. Anderen hebben beslissingen genomen. Die beslissingen impacteren u en uw collega's. Dat is volledig onrechtvaardig. Je vindt dat dat niet kan zijn. En wat doen we dan klassiek? We gaan vol in de aanval, waardoor eigenlijk de situatie nogal een keer verergert. En sowieso dat jij het gelabeld bent als de moeilijke van het team. Wat is een tip om dat anders te gaan aanpakken, waardoor dat je dat veel meer onder controle hebt? Dat is eigenlijk, dus wat dat we hier hebben, de cirkel van betrokkenheid, hè, de macht zit buiten u. Hoe kunnen we zorgen dat, dat de macht bij u komt, dus in uw cirkel van invloed? Een van de dingen dat je goed in rekening moet pakken is, 1, dat kenmerk van een rechtvaardigheidsgevoel, jij hebt extremer dan uw collega's. Dat maakt u niet beter of slechter, maar dat maakt u ook niet beter of slechter. Hou daar rekening mee. Wat is het tweede wat je moet doen, dus eerst begrepen en dan begrepen worden, is naar uw directie toe. Er zal over het algemeen wel een positieve drijfveer zijn om bepaalde beslissingen te doen. Er is een probleem, als directie denken ze na, hoe gaan we dat nu aanpakken, hoe kunnen we dat nu oplossen? En dan komen ze met een oplossing. De clue is van eigenlijk te proberen achterhalen op een constructieve manier wat eigenlijk de initiële uitdaging is waarvoor dat ze stonden, waar dat ze dan denken dat ze dat met die oplossing kunnen oplossen. Een keer dat je begrijpt dat ze eigenlijk proberen op te lossen, kan je op een constructieve manier alternatieven gaan aanreiken. Van, is dat misschien een idee of zou ik het misschien zo kunnen aanpakken? Of anders wil ik dit wel zelf een keer experimenteren, zien wat dat kan geven. Wat is het voordeel? Ja, die een baas, u een baas, die wil ook gewoon vooruit geraken. Als je van een plaats de volle aanval te doen en hem dus in de verdediging te duwen en vooral nog een probleem bij te zetten op zijn lijst, naar een meer constructieve samenwerking kunt geraken, waarin dat je echt probeert hem te begrijpen en dat je erachter ook probeert om te zorgen dat het je standpunt duidelijk maakt en vooral ook dat je naar oplossingen, alternatieve oplossingen gaat zoeken, dan gaat een enorme stap vooruit kunnen zetten. Ik zou wel adviseren, als je deze tip volgt, begint met kleine dingen. Niet zo de battle die al maanden staat te pruttelen op het vuur en waar nu de explosie zich voordoet. Maar kies kleinere uitdagingen en probeer in die kleinere uitdagingen van direct in de aanval te gaan, eerst te begrijpen wat anderen wou doen. Heel benieuwd naar feedback als je met deze tip aan de slag gaat. Weet dat dat ook in trajecten die ik organiseer zo goed als de eerste stap is. Je moet echt eerst heel bewust zijn dat je zelf die keuze in eigen handen hebt. En dan systematisch tools ontdekken, waarvan ik nu dus vandaag er eentje geef. Tools ontdekken waarmee je op een andere manier, op een constructieve manier, binnen uw cirkel van invloed dingen kan doen. En je gaat er echt van verschieten hoe enorm de impact het kan zijn van deze kleine aanpassing in kijk op die uitdagingen.
Dus je moet jouw rechtvaardigheidsgevoel zeker niet kwijtgeraken. Je moet het alleen verstandiger gaan gebruiken. Veel succes en zeer benieuwd als er feedback is om ze te delen naar lang het kanaal onderboven. Veel succes. Doei.